Dus het centrum van Terneuzen lag toen tussen die twee sluizen. Nog zo'n plek waar je de haven vrij makkelijk kan bezoeken is het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. Hier kun je onder andere met een speciale trein het enorme sluizencomplex bezoeken. Vandaag krijgen wij met familie van Melle uit Oostburg een rondleiding van gids Adrie de Grote. Kijk, de brug staat omhoog. Hij steekt zo'n 45 meter omhoog. En dan zit er nog een heel stuk, 15 meter, onder de grond. Het allerleukste is dat als je met een groep hier komt en er is van alles te beleven, net als nu vanmiddag. De bruggen gaan open en dicht en er komt een groot schip in de sluis. En dat is de werkelijkheid van de sluizen hier bij Terneuzen. En we noemen dit een basculebrug. En een basculebrug, dat lijkt op een wiptoestel in de speeltuin. Dat ken je wel. Heel interessant voor de jongens, de basculebrug. Hoe dan zo'n grote brug eigenlijk bediend kan worden. Ja, dat kun je op een boekje lezen, maar dat zegt helemaal niks. En nu komt het heel duidelijk over. En ja, ook dat is leerzaam voor iedereen. Dat is leuk. Ja. De tour wordt afgesloten met een kijkje bij de gigantische bouwplaats van de nieuwe sluis. De bedoeling is nu dat in het voorjaar van 2023 dat alles gereed. Er zijn ook bezoekers die komen hier uit de streek zelf of zelfs uit de stad zelf. En wanneer jij klaar bent met je verhaal over alles wat er dan op de achtergrond bij die sluizen gebeurt en met die schepen, dat ze zeggen van, ik woon hier al 30 jaar en dat heb ik nooit geweten. Dat is het allerleukste. Zeer geslaagde dag. Ik kan het iedereen aanraden om inderdaad deze tour te maken. Dat moet ik al zeggen, ja.